Beuningen maakt weer meer geld vrij voor kunst. Nu is ook al veel kunst te vinden in de openbare ruimte. Zo staan er kunstwerken op verschillende plaatsen op de Van Heemstraweg. En ook het beeld De Vogelman aan de Wilhelminalaan is een blikvanger. De afgelopen 15 jaar is er echter weinig bijgekomen door de lastige financiële situatie van de gemeente. Vanaf volgend jaar komen er wel weer kunstprojecten, vooral in nieuwe wijken. Wethouder Driessen noemt de nieuwe wijk Keizershoeve als voorbeeld. In die wijk zou er ook genoeg ruimte voor zijn. Waar de nieuwe kunstwerken precies moeten komen, is nog niet bekend.